Het begin van iedere nieuwe dag. Tino op schoot. Hey Tino. Dan moet hij geaaid en dan wil hij een tijdje snorren. Welkom bij mijn nieuwe vlog. Vlog nummer 16 is dit volgens mij alweer. In coronatijd. Je gaat merken, langzaam maar zeker, gaat Nederland toch wel iets meer van het slot. De intelligente lockdown, zoals dat zo mooi heette, wordt steeds een beetje meer losgelaten. En ik denk dat je dat ook gaat terugzien in mijn vlog. Ik merk het ook aan mezelf en misschien herkennen jullie dat wel. Je krijgt iets meer van, ik ga weer eens wat ondernemen, ik ga toch weer eens wat doen. Nou, dat zul je ook zien dat wij dat ook zijn gaan doen deze afgelopen week. Wauw! We zijn naar Spakenburg gefietst. Maar we dachten, we gaan binnendoor. Via de weilanden. Nou, dat hebben we gegeten. En hebben jullie dat nou ook? Dat het niet moeilijk is om een end te fietsen, maar dat je zo'n ontzettende zadelpijn krijgt. Maar goed, we hebben ook een heel end gefietst. We gaan nu eens kijken of we ergens een visje kunnen krijgen. En nu zijn we lekker bij de vishandel in Spakenburg. Wat heb jij voor een broodje geoverd? Vassie en broodje haring. 2 maanden opgewacht. Natuurlijk met uitjes. Kan je dat nog op zijn haag zeggen? Per slotverrekening kom jij van Scheveningen, hè? Lekker broodje haring met ui en zuur. Nou, eet smaak. Lekker ziet er zuur, heerlijk uit. Lekker zuur en niet duur. Broodje tonijn. Ook heel lekker. Oh. De haven van Spakenburg is mooi, hè? Het is zo apart, want normaal gesproken zitten de terrasjes hier helemaal vol. In deze tijd zeker, met dit mooie weer. En met al die inactieve. Met al die inactieve zoals wij. We lopen richting het water. Veluwemeer? Veluwemeer. Het is eigenlijk al, zolang we hier in deze regio wonen, een van mijn favoriete plekken. Hey Goof, ja? Jij kwam hier vroeger veel, hè? Ja, maar aan de andere kant van dit water. Dan moet ik meer die kant op kijken. Als je de bomen doorkijken naar die voetbalvelden. Ja? Dat zijn de velden van Spakenburg. En daarnaast ligt de IJsselmeervogel. Heb je daar leuke herinneringen aan? Alleen maar. Het was zo leuk om te mogen doen toen ik begon als voetbalverslaggever bij NCRV Sport op zaterdagmiddag. Waar ik daar mijn eerste wedstrijd verslaan. Water. Als we nog eens een keer de staatsloterij winnen, dan wil ik toch wel een huisje aan het water. Want ik vind dat altijd zo fijn. Ik krijg gelijk zin om te zwemmen. Zo, jullie zitten hier lekker. Leuk, hè? Ja. Nou. Ja. Ja, het is een beetje privé. Maar we hebben daar de boot liggen, dus het is 5 meter lopen. We houden natuurlijk goed de afstand. Zo hoort het, ja. En ja, u ziet het wel, het spul komt allemaal weer binnen gelopen. En wie ben jij dan? Ik ben de kapitein. Jij bent de kapitein. En hoe heet de kapitein? Ik heet Guido. Guido? Ja, ja. En komen jullie uit Spakenburg? Of? Nee, mevrouw. Nee, ik kom uit Amersfoort. Jullie hebben het hartstikke goed bekeken. Wat zit er in die thermosfles? Koffie of wat versterkers? Thee. Want we hebben er heerlijk gebak bij. Kersenvlaai. Kersenvlaai. Ik vind echt van genieten. Dit is helemaal vakantie. Heerlijk. We doen het vandaag maar eens lekker vieren. En dat is mijn kleinzoon. Dag kleinzoon. Ga je vissen? Ja. Die gaat vissen. En hoe heet jij? Daphne. Mooi. Nou jongens, ik wens jullie een hartstikke mooie dag. Oké, dankjewel. Dank. Dankjewel. En geniet ervan. Nieuw leven in coronatijd. Veel zwanen, hè? Jij bent wel een mooie jongen, hè, zwaan? Waar doet jou dit aan denken? Aan de zwanen in Italië. Jullie weten dat ik samen met mijn man heel graag in Italië kom. En dat we onze vakantie dit jaar naar Noord-Italië, naar het Gardameer, hebben afgezegd. Dit pleintje, wat je hier ziet, dat is een pleintje waar we ontzettend graag komen in Torri del Benaco. Vlak bij de kerk. We zitten hier graag op een terrasje
En ik zag nu beelden uit Torri van de eerste kerkdienst die ze daar weer gehad hebben. Kijk even mee. Iniziamo la messa, ci alziamo. Vi ricordo che stiamo celebrando l'ascensione del Signore. Questo giorno è per noi un giorno di speranza. Een dag van hoop in Noord-Italië. Ik heb er met ontroering naar zitten kijken. Weten jullie nog dat ik half april vertelde dat er slechtvalken waren geboren in de toren in Amersfoort? Nu zijn ze dus iets meer dan een maand, ja, anderhalve maand. En af en toe dondert er een uit het nest. En dan ontstaat er paniek. Dan maken ze een hoop lawaai bij. Kijk, daar gaat hij. Ik weet eigenlijk niet of je hem ziet. Kijk nou toch eens hoe aandoenlijk, door de dierenambulance voor de derde keer teruggezet. Komende maandag, tweede Pinksterdag, gaat weer van alles veranderen. Dan mogen we weer wat meer. Dan mogen we naar een terras, dan mogen we naar een café of naar een restaurant, naar een museum. Allemaal wel natuurlijk met regels. Ik kwam een ontzettend mooi filmpje tegen, gemaakt door Rezi van der Ploeg. Zij is beeldend kunstenaar. En zij heeft uitgebeeld hoe zij dat voor zich ziet in een museum. En dat heeft ze zo ontzettend leuk gedaan. Ik heb Rezi benaderd en ik heb gevraagd, mag ik jouw filmpje, een klein stukje van jouw filmpje en van de foto gebruiken in mijn vlog? En ze reageerde ontzettend spontaan en enthousiast. Had gelijk toestemming gevraagd aan Museum De Lakenhal in Leiden. Het museum voor wie ze dat filmpje en dat kunstwerk gemaakt heeft. En ik mocht het gebruiken. Ik zou zeggen, kijk zelf hoe Rezi van der Ploeg het voor zich ziet. Bijvoorbeeld in een museum met anderhalve meter ruimte. Mooi uitgebeeld, de anderhalve meter maatschappij. Dat wordt nog een hele uitdaging, denk ik zo. Ik wens iedereen daar heel veel succes bij, ook de mensen in de horeca. Want ook daar zal het niet eenvoudig zijn. Bedankt hier voor het kijken. Leuk dat jullie er weer waren. Vonden jullie het leuk? Zet dan een duimpje. Of misschien wil je je zelfs wel abonneren. Tot volgende week.